Hoezo? Open. Hallo? Hè? Oh. Maar je bent er toch net? Wat schreeuw je allemaal? Serieus, jongens? Hoi, Dennis! Wat zijn jullie hier te feesten zonder mij? Het feestje zou toch om 7 uur beginnen? Ja, is het al ja begonnen? Maar... Nou, 7 uur zeven uur ochtends in de plaat, Dennis. Ja, waar was je nou? 7 uur ochtends. We zijn al de hele dag aan het feesten, joh. Ja, het feestje is al bijna afgelopen. Sam, jij zei tegen mij dat 7 uur s'avonds een feestje, oké? Ik dacht dat ik ochtends had gezegd. Jongens, waarom deden jullie niet open? Ik stond hier echt al 3 uur nou, voor het raam je te niet kloppen meer, en zo. Zo luid. Ik had de muziek heel hard aan het staan. Moeten zetten, oké? Ik heb helemaal cake en koekjes. Gaan we dat nog opeten? Gaan we nog doorfeesten? Nou, ik stond vol. Die is al bijna afgelopen. Ja, waarom is bijna afgelopen? Gaat die muziek weer aan? Wat is de planning, nee. DJ? Serieus? Nou, volgens mij afgelopen. Was het het laatste nummer, hoor. Ik zal even kijken. Het laatste nummertje alweer? Ja, het is het laatste nummer al, jongens. Serieus? Oh, man. Jullie hebben een feestje gevierd zonder mij in mijn eigen huis? Eigenlijk was je te laat. Je was uitgenodigd. Voor de avond, Sam. 7 uur s'avonds. Sorry. Er zit wel verschil tussen 7 uur ochtends en 7 uur s'avonds, hè? Ah, maar jongens, jullie kunnen toch wel even doorfeesten, toch? Ik ben ook moe, inderdaad. Wacht, maar eindknaller? Wat voor eindknaller? Nou, ik heb allemaal vuurwerk in petto, Dennis. Wil je dat zien? Wow. Vuurwerk? Een hele vuurwerk, zo. Dat is geen vuurwerk, dat is niet. Nou, het dak is er nog niet vanaf, hoor, kind. Nou, het is helemaal gebroken, eigenlijk. Wat scheelt jullie allemaal, oké? Jullie blazen letterlijk mijn hele dak eraf met het feestje. Serieus nou? Maar dat zeggen ze toch altijd, Dennis. Tentie wordt opgeblazen met feestjes. Ja, inderdaad, we hebben wel een dak eraf gefeest. Stilte, oké? Dus eerst nodigen jullie mij niet uit om mijn eigen feestje in mijn eigen huis. En vervolgens blazen jullie hier alles weg. Wezen jullie één voor één, oké? Ik ben niet meer te zien. Oké, we gaan weg. Echt waar, mijn vrienden. De ene keer mag ik zeggen mega erg en zijn er mijn allerbeste vrienden. Maar de andere keer maken ze echt mijn hoofd helemaal gek gewoon. Met hun 7 uur. Wie geeft er nou een feestje om 7 uur 's ochtends? Ah, moet je kijken hoe dit er allemaal uitziet. Maar weet je wat? Ik weet een perfect plannetje om ze terug te pakken, oké? Iets wat ik jullie nog nooit eerder heb laten zien. Maar jullie mogen dit niet doorvertellen tegen al mijn vrienden, oké? Beloofd? Oké, beloofd. Ik laat het jullie zien. Ik heb namelijk een tijdje geleden hier een geheime kamer gemaakt. Met een megalo. Die moet uit. Maar hier beneden zit mijn geheime kamer. Met deze geheime kamer kan ik al mijn vrienden in de gaten houden. Ja, op die manier. En hier heb ik allemaal camera's hangen in heel Blokstad. Om ze allemaal in de gaten te houden. Maar ik heb vandaag iets nieuws geïnstalleerd. Ik heb hier namelijk een hele speciale kist. Oh, laten we even het licht aan doen op deze manier. Kijk eens aan. In deze kist. Wacht eens even, er ontbreekt iets. Nou ja, in deze kist zit namelijk een masker van al mijn vrienden. Van Sam, van Zoe, van Tommy. Hier moest die van mij zijn. Ik heb geen idee waar die is. Die van Sarah, die van Anna en als laatste die van het kind. Als ik deze maskers erbij pak op deze manier, dan hoef ik maar op één masker te klikken en dan verander ik letterlijk in die persoon. En dan niet alleen. Jullie horen mij dan normaal, maar de mensen met wie ik praat horen mij dus bijvoorbeeld als het kind praten. En op die manier ga ik al mijn vrienden terugpakken. Want mijn idee was om te veranderen in iedereen en op die manier ze te gaan pranken. Dus laten we beginnen morgen om te veranderen in Sam. Het enige wat ik hoef te doen is zijn hoofdje vast te houden en het masker op te doen. Oké, laten we wachten op de volgende dag. Ik kan niet wachten om dit te gaan testen. Laten we lekker gaan slapen en wachten op morgen. Om mijn vrienden te gaan pranken. Alhoewel, ze weten nooit dat ik hier achter zit. Oh, het is de volgende dag en het eerste wat ik ga doen is Zoe pranken. En hoe kan je beter Zoe pranken dan veranderen in haar crush? Oftewel in Sam. Het enige wat ik hoef te doen is hierop te klikken in 3, 2, 1. Wow! Ik ben letterlijk veranderd in Sam. En iedereen hoort me nu dus ook praten als Sam. Oké, laten we naar Zoe's snoepjeswinkel gaan. Oh, klap, klap. Zoe! Oh, kom maar binnen.
Hoi, Zoe. Hoi, wat koekjes. Je ziet er echt mega mooi uit vandaag. Oh, dankjewel. Ik was zo lekker leuk uit. Ik hou van koekjes, dat weet je toch, Zoe? Zeker, hoeveel wil je er hebben? Gewoon een normale? Doe er maar één, Zoe. Doe er maar één. Ja, die zijn lekker, hè? Zoe, dat zijn de smerigste, vieste koekjes die ik ooit heb gegeten. Smerigste, vieste? Wat jij kan bedoel echt je? Geen koekjes bakken, Zoe. Wat bedoel je? Het smaakt echt ik maar. Ik bak ze zelfs altijd. Verschimmeld broodje. Jij kan echt niet bakken, Zoe. Wat kan jij wat eigenlijk zeg wel? Je nou? Dat je niet kan bakken. Hoe bedoel je? Je snoepjeswinkel stinkt en het is hier saai en het is hier lelijk. Ik haat het. Wat bedoel je lelijk? Ja, ik weet dat je roze niet de mooiste kleur vindt, maar zo lelijk is hij toch niet? Nou ja, toch? Je hebt gelijk. Het is nog wel iets wat lelijker is dan deze snoepjeswinkel. En dan ben jij, Zoe. Wat? Jazeker. Wat zeg je nou weer? Oh ja, heb ik jou verteld over mijn nieuwe vriendin? Ik heb sinds kort een nieuwe vriendin. Een vriendin? Ja, wist je dat niet? Ik ben namelijk aan het daten met je allerbeste vriendin, Anna. Huh? Ik vind haar net wat sinds leuker wanneer? Dan wat jij bent. Sinds kort? Wat gaat jou dat aan? Nou, jij hebt toch geen interesse net in mij, Zoe? Nee. Nou, maak dat je hier wegkomt, oké? Okay? Deze snoepjes zijn lelijk. Maak dat je hier wegkomt. Ga zo weg. Als ik jou een tip mag geven, Zoe, zal ik tot hier dan de deuren sluiten voor de rest van je leven. Ja, inderdaad. Voor jou ga ik de deuren sluiten. Je bent hier niet meer welkom, hoor je dat? Heb je een niet aansteker meer welkom. Een aansteker. Hoezo? Zodat ik hier de boel in brand kan zetten. En Zoe, ik hoef hier niet eens te komen, oké? Okay? Wegwezen jij, loser. Wegwezen jij, bedoel je? Bent zelf een loser. Oké, okay, later, Zoe. En dit is voor je, oké? Okay? Hier. Wat doe je? Dat zal je leren. Hey, normaal doen. Wegwezen. We gaan zelf weg. Dat is heel erg stom. Dit is perfect. En dat zal ze leren, oké? Okay? Dat zal Zoe leren. En dat zal Sam leren. Zoe en Sam hebben nu ruzie zonder dat Sam hier überhaupt is geweest. Misschien is het tijd om nu ook wat te gaan veroorzaken bij Sam. Sam is namelijk echt mega verliefd op Zoe. Toevallig heb ik hier het masker van Zoe, waarmee ik in Zoe kan veranderen in 3, 2, 1. Oh, moet je kijken? Ik ben helemaal roze. En het is tijd om bij Sam aan te gaan kloppen. Klop, klop. Sam, hallo. Hoi, Zoe. Hey, Sam, wat ben je aan het doen? Dora aan het kijken. Mag ik met je samen Dora kijken, Sam? Ja, is goed. Oké, laten we gaan chillen samen. Wat zie je er leuk uit vandaag. Oh, dankjewel. Jij ziet er ook super mooi uit. Oh, dankjewel, Sam. Ik hou echt van je. Ik bedoel, je bent leuk. Ik bedoel, je ziet er goed uit. Wat kom je later vandaag met koekjes bij me halen, Sam? Jazeker. Dat je heel erg verliefd op me bent, klopt dat? Misschien. Wie is het allerleukste meisje in Blokstad? Ben ik dat? Ja, dat ben jij. Ik heb gehoord dat je al een hele lange tijd ergens mee zit. Wil je weten wat dat is? Oké. Hij heeft mij geen verkering te vragen, toch? Nee. Ik bedoel, je weet hoe leuk ik ben. Ik ben Zoe. Ik bedoel, ja, je bent superleuk. Ja, ik ben toch je crush? Ja, ja. Daarom dacht ik vandaag ben je klaar wakker. Je bent niet aan het dromen. En ik heb een vraag voor je. Wil je verkeren met me? Ik dacht dat deze dag nooit zou komen. Ja. Echt waar? Je wilt verkeren ja, als jij dat ook wil. Zijn we dan officieel samen als vriendje en vriendinnetje? Ja, dat denk ik wel. Weet je, het is wel één ding. Een beetje ruzie met Dennis. Zou je wel dan de vriendschap met hem willen verbreken om met mij een relatie te hebben? Zou je dat over hebben? Voor jou heb ik alles over, Zoe. Ik ben toch het allerleukste meisje die je ooit hebt gezien, toch, Sam? Jazeker. Wil je anders een kus? Is goed. Oké, maar eerst moet je hem natuurlijk een kus geven, oké? Oké. En nu het vloerkleed, Sam. De vloerkleed? Ja, ik bedoel, daarna krijg je een kus van mij, van Zoe, Oké. Zullen we anders wat leuks doen vandaag samen? Leuk samen op avontuur gaan? Is goed. Oh, wacht even. Ik word gebeld van meteen. Hoi, met Zoe. Oh ja, natuurlijk heb ik zin om met jou naar het park te gaan, Jos. Ik ben niet met een andere jongen. Wie is Jos? Wacht, je hoort Sam op de achtergrond. Sam, ik maak het uit, sorry. Je bent niet leuk genoeg voor mij, oké? Okay? Fijne dag, Sam. Ga maar lekker door aan kijken en huilen op de bank. Doei. Oké. Ik moet zeggen dat het eigenlijk best wel gemeen was om te doen. Maar ja, dit zal ze leren, oké? Okay? Ze pranken me altijd dag en nacht. En dit krijgen ze ervoor terug. Tijd om te veranderen.
veranderen in iemand anders. Namelijk in Tommy. Ik bedoel, Tommy had me ook gewoon kunnen uitnodigen, oké? Okay? Maar nu kan ik letterlijk hem zijn en weet ik een perfect mannetje om Tommy te pranken. Als Tommy zelf voor naar Anna te gaan. Ik weet namelijk dat Anna echt mega verliefd is op Tommy. Wat nou als een klein beetje TNT meenemen. Of nou ja, vraag aan Anna om daarmee haar eigen huis op te blazen. Let op hoe dat gaat zijn. In 3, 2, 1. Ik weet niet wat het is, maar er komt echt een of andere geur van me af sinds ik Tommy ben geworden. Het ruikt echt mega zuur, alsof ik gewoon augurk onder mijn oksels heb zitten. Nou ja, laten we naar het huisje gaan van Anna. Dit ziet er echt perfect uit. Ding dong! Hallo, ik ben een Tommy. Hey Anna, kan ik binnenkomen? Ja, tuurlijk. Anna, ik heb een probleempje, oké? Nou, ik heb laatst een onvoldoende gekregen voor natuurkunde en dat soort dingen op school. Ik was namelijk bezig met een proefje en het ging een beetje fout. Zou je maar wat helpen daarmee? Oh ja, tuurlijk. Ik wil niet liever. Ja, ik heb wel een paar dingetjes nodig. Anna, heb je wat TNT voor me en een aansteker? Dan kan ik het proefje laten zien, oké? Ja, heb ik. 1 seconde. Dat is goed hoor. Wat ziet je huis er mooi uit. En jij ook trouwens. Dankjewel. Geen probleem hoor. Hoe vind je me ruiken vandaag? Ruiken? Ja. Je mag wel even ruiken als je wilt. En? Zoals altijd. Heel lekker, Tommy. Oké. Okay. Nou, ik wacht wel totdat je de TNT... Ik heb alles. Hoeveel TNT heb je nodig? Doe maar gewoon wat, oké? Okay? Heel beter. Oké. Okay. Ik heb hier wat TNT en een aansteker. Blijkt het je leuk trouwens om binnenkort samen wat te doen anders, Alba? Jij en ik? Oh, dat lijkt me heel leuk. Oké, okay, eens even kijken. Zou jij voor mij dit even kunnen aansteken? Tommy, dan gaat mijn huis kapot. Oké, dat is waar. Ook wat dom van mij. Geef maar weer terug. Oké, dat zou heel jammer zijn als je huis kapot gaat, toch? Mm-hmm. Ja. Nou, helemaal als ik het zou doen, toch? Dit is niet iets wat Tommy zou doen, maar vandaag wel, Anna! Tommy! Oké, weg hier, weg hier! Nee! Oepsie! Wat gebeurt, Anna? Het spijt me! Laten we langzamerhand maar even naar Tommy gaan. Ik denk dat Anna daar elk moment aanklopt. Weet je wat, om het beter te maken, laten we veranderen in Anna. Daarvoor hoef ik alleen maar op dit hoofdje te drukken. Kijk eens aan. Kijk wie Tommy. We zijn. Kijk wie daar is. Tommy, ik weet dat je thuis bent. Doe open. Hoi Anna, ik ben thuis. Ik zit in de kamer. Tommy, ik weet dat je thuis bent. Doe open, Tommy, doe open. Je hebt de deur open gedaan. Wat? Wie ben jij? Wie ben jij? Ik ben Anna. Dat vind ik wel leuk om te zien hoor. 2 keer Anna. Hey Tommy, ik kom hier niet met zo'n goed nieuws, oké? Okay? Welke Anna praat hier? Waarom heb je mijn huis opgeblazen, Tommy? Huis opgeblazen? Je hebt mijn huis opgeblazen. Sorry, zo ik nooit doen, dat weet je toch, Anna? Hallo, ik ben Anna. Ik ben Anna. Ik ben Anna, oké? Er kan er maar 1 Anna zijn. Dat ben ik. Tommy, dit is een of andere kloon van mij. Je weet het wel. De proefjes en de experimenten. Nee, dat is niet waar. Heb je dat niet gedaan, inderdaad? Wil je me niet slaan? Nee, je slaat mee. Jij slaat mij. Wegwijs jij, oké? Hier, dat zal je leren. Stop. Hier, dit zal je ook leren, Tommy. Oké, maak dat je hieruit komt, oké? Heb je jezelf nou gekloot, Anna, met een van je proefjes? Nee. Ja, ik heb mezelf laten klonen. Nee, heb ik niet gedaan. Maar ik vind het niet erg, hoor. 2 keer Anna, 2 keer zoveel plezier. Tommy, ik ben niet zo blij met je, oké? Je hebt mijn huis opgeblazen. Sowieso nooit doen, Anna. Dat weet je toch? Nee, en weet je wat ik ook nooit zou doen? Is jouw huis in de brand zetten, Tommy. Nee. Moet je niet doen, Anna. Het is van hart mijn huis. Dit is wat je ervan krijgt, Tommy, als je mijn huis in de brand zet, oké? Dit zal je leren. Dus even kijken. Waar heb je het nou weer over? Zou ik nooit doen? Nou, Tommy. Oh, nee. Tom. Dit zal je lesje leren, oké? Dit zal je lesje leren. Waarom doe je dit, Anna? Tommy en Anna hebben nu keiharde ruzie, kan ik je vertellen. Alleen, ik heb nog een beter idee. Ik ben namelijk nog niet klaar hiermee. Het is tijd om ook nog eens het kind en Sarah te gaan pranken. Hey, Sarah. Hoi, kind. Sarah. Ik kan dat voor je doen. Dat zie je er mega leuk uit vandaag, oké? Okay? Dankjewel. Is het hier zo warm binnen? Is dat de thermometer? Ja, heb je het heel warm? Kan ik anders even... Zo, ik draai even die thermometer wat kouder. Nee, niet zomaar aanzitten. En wat nog wat kouder, oké? Okay? Nee, doen. Hoezo dan niet? Wordt hier straks heel koud. Nog wat kouder, dan Sarah. Dan bevriest alles. Nee, niet doen. Dit wordt kind, kom op. Ga eens naar voren. Nee, ik luister niet naar jou, Sarah. Ja, maar je mag hier niet achter komen. Hier is de deur.
Sarah, Driet hier langs het bevries, heb je dat door? Ik voel het wel een beetje koud. Nog wat koud, ik ga nee, blijf eens af. Sarah, wil je niet aan me zitten, oké? Nee, je moet niet aan die knoppen zitten. Of anders wat. Nou, ik heb hier allemaal eten staan en drinken, dat is niet... Ik kan ook dit doen, Sarah. Doe dat eens uit. Of dit? Nee, niet doen. Of hier. Gaat waarom? Gaat u nog kouder laten maken? Nee. Ik ga heel die knop om. Oh, nee. Gaat u bevriezen, alles gaat hier kind, ga weg. Kom op. Nee, Sarah, dit krijg je waarom? Waarom doe je dat? Omdat je Dennis had geprengd. Omdat ik Dennis had geprengd, maar dat heb jij toch ook gedaan? Kijk nou wat je hebt gedaan. Oh, Sarah, dat zal je leren. Je komt wel in ijs. Alles is van ijs. 3, 2, 1. Oh, let op. Kind, wat is dit? Alles weg. Zeker niet, Sarah. Ik denk dat je nu grappig bent, maar dat is niet zo. Lekker puh. Ik pak je wel terug. Ik ga het doen, Sarah. Doei. Hoe kan dit nou? Hoe kan ik niet in mezelf veranderen? Wat is dit nou weer? Het werkt niet. Daar. Wie is dat? Kijk eens wie we daar hebben. Tommy? Kijk, wie we daar hebben. Waarom hoor ik mezelf? Wie ben jij nou weer? Ik ben het kind en wie ben jij? We weten echt wel wat je hebt gedaan. Inderdaad, we weten wel wat je hebt gedaan. Ja, inderdaad. Jongens, ik kan het uitleggen, oké? Ik kan het uitleggen. Nou, leg maar uit. Leg maar uit, dan. Inderdaad, ik ben het kind. Nou, dat feestje wat jullie hebben gegeven... Op die manier probeer ik jullie terug te pakken, oké? Omdat jullie me altijd pranken, heb ik misschien iets gekocht waarmee ik kan veranderen en iedereen kan zijn. Met dit masker kan ik veranderen in Sam en hiermee in Sam. Nee, dat ben ik! Hiermee in Sarah, hiermee in Anna en hiermee in het kind. Alleen ik hoorde er ook één te zijn waarmee ik kan veranderen in mezelf. Die heb ik nu, Dennis. Mag ik hem terug? Nee. Zeker niet. Hoezo niet? Geef dat ding terug. Niet teruggeven, inderdaad. Nee, geef mee. Ga weg. Nee, ik ga er vandoor. Kom hier, blijf hier. Wat zal je leren? Oké, jongens, ik geef jullie maskers terug, oké? Hier, alsjeblieft. Geef maar terug. Mag ik mijn gezicht terug? Ik wil niet langer dit kind zijn, oké? Dan moet je denk ik wat gaan leren, dan moet je daarvoor zijn, bij het kind. Het is een kind. Hé, kom hier, oké? Ik wil mezelf zijn. Ik wil niet meer veranderen in iedereen. Hallo? Man, dit was niet zo'n slim idee om te doen.